Ja, moet ik nog zeggen waar ik sta? Nee, u ziet het waarschijnlijk al, de Hoornse haven met achterbij de scheepsjongens van Bontekoe. Ja, die beelden zijn hier in 1968 komen te staan en de kunstenaar die heet Jan van Druten. Ja, en dan ga je toch denken, ja, die scheepsjongens hebben nooit bestaan. Die komen uit het boek van Johan Fabricius. Hoe heeft hij dan toch die beelden vormgegeven? Ik hoop een tweeluik te gaan maken met nu dus deel 1 over ja, hoe zijn die beelden zo tot stand gekomen. Ik ga praten met Arnoud Landstaal en Tom Koenis. En wat hebben zij te maken met deze beelden? Jullie waren aan het buitenspelen, begreep ik? Wij waren aan het buitenspelen, ja. En dat deden we hier nou, bijna dagelijks. Regelmatig, ja. Zeer regelmatig. Ja. Dus we waren wel op het hoofd of we waren hier ergens. Of ja, ik weet het niet. We waren hier bezig. Ja. Als kinderen, 10 jaar, 11 jaar. Die woonde in de Gravenstraat en ik op het Gerritsland. En Arnoud in de Eikstraat toen. En wij speelden toen samen in een voetbalteam bij Voort. Ja. En ja, voetballen, buitenspelen, haven, ja, dat was altijd een we sprongen hier vanaf. Top activiteiten. Op een gegeven moment werden gevraagd om met z'n drie hier te gaan poseren. De beelden waren er nog niet en wij deden maar wat ons gevraagd werd. En, we stonden zo, we hingen zo. We hadden eigenlijk geen benul van wat het behelzen en wat het zou gaan worden. Dus ja, dat bleef ons altijd een grote vraagteken. Welk jaar hebben we het over? Nou, 67 of 68. 68 jaar. Ja. Voorjaar 68 was het. Ja, voorjaar 68 waarschijnlijk. Ja. We hebben het over 54 jaar geleden dus. Ja, dat is inderdaad wel eens een binnenkomertje, maar dat gebeurt. Ja, ja. Eigenlijk moet jij een diep, want jij was, hè? Ik was hier. En ik was deze. Volgens mij jij ertussen gaat zitten. Ja. Even kijken. Ja, dit was mijn postuur een beetje. Ja, hij was ook wat te dik, hoor. Dit was mijn postuur een beetje. Ik mis wel wat krukken hier onder mijn voet. Ik heb er nog steeds niet bij. Ik hang er een beetje bij. En jullie hebben verschillende posities toen op de foto gezet. Ja, klopt. En uiteindelijk hebben we de foto gekregen die het geworden is. Ja. Die hebben we keurig toegestuurd gekregen toen. Ja. De kunstenaar zelf, de beeldhouwer, was daarbij, Jan van Drunen. Die gaf dus ook aanwijzingen. Dat was een fotograaf. We moesten zo staan en zo staan en zo staan. Uiteindelijk is het zo geworden, blijkbaar. Ja, en op een vrijdagavond waren we hier weer aan het spelen. Ja. Maanden later. En er was een drukte van belang. Showband Horen stond hier. De oude burgemeester stond hier. Hier hingen witte kleden over. En wij dachten, wat gaan we nou beleven? Tot op het moment, suprem, dat de kleden weggehaald. En wie stonden daar? Wij stonden daar. Wij stonden hier. Dus we hadden iets vinden. Nou, dat is helemaal te gek. En dat was dus voor eeuwig het leven met Horen verbonden. Ja, ontzettend leuk is dat. Ja. Want er werd op de plekken, door die fotograaf of de kunstenaar, werd niks gezegd. Nou, ik kan me dat niet herinneren. Nee. Of je nou echt gezegd hebt, jongens, jullie worden die jongens van Bontekoe. Of we gaan hier de Bontekoe jongens maken, dat weet ik niet meer. Of we van het bestaan af is, dat weet ik ook niet meer. Nou, dat weet ik ook niet meer. Nee. En jullie dachten niet wat gek eigenlijk dat we zo op de foto... Nee, precies, maar er werden wel eens meer foto's gemaakt of omdat je hier wel eens zwom en van toeristen. En... Maar en dat de kunstenaar was die erbij was, dat wist je dan ook pas later waarschijnlijk. Ja, dat hebben we later begrepen, Maar het blijft altijd leuk om dit weer te zien en te denken van, goh, we hebben dat nog een stukje aan bijgedragen. Ja, precies. Spijtig detail in dit hele verhaal is dat Koos, dat is dus Koos, die is overleden in 1986 geloof ik ongeveer, rond die tijd. 86, Die was dus nog heel jong eigenlijk en die had kanker en die overleed. Dus het was zonde, want anders had hij natuurlijk met z'n drieën gestaan, want horen ze jongens, dat hoort er zo allemaal bij natuurlijk. En dat is jammer, maar goed, dat is niet anders. En nog steeds wel eens voetballen? Nee, ik wel. Kijken. Ik wel. Jawel. Ja,
En ook nog wel contact als vrienden ook? Nou, we zien elkaar wel eens. We hebben het laatst op Roet, een paar jaar terug. Ja. Toen was dat, dat stuk in, speelde in het Oostereiland. Ja. En toen hebben we een hele avondje mooi gezeten. Ja. 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 En af en toe met de haaien, padden en Jan de Vries. Rolf, hè? Rolf. Ja. En als we hier langs lopen, dan is het altijd een beetje een idee. Ja. En als je hier met je kinderen loopt of met je kleinkinderen, dat is opa, hoor je dan altijd. Ja. Maar dat is niet helemaal waar, want wij hebben al wel het figuur geleend, zou je kunnen zeggen. Maar de kopies zelf, die zijn niet van ons. Het is niet zo dat dit mijn hoofd is, om het zo te zeggen. Want de kunstenaar heeft daar jongens uit Schellinghout voor gebruikt. Die heeft dus, die jongens hebben daar echt zitten poseren om hun kop zo hier te laten vereeuwigen, zeg maar. Ja. Ja. Misschien moet je weer. Ja.